Nou, dit is hem dan. Fietsenstalling Lorentz, de trots van Leiden, met 4800 plekken. En wat je hier ziet hangen is ons vrij en vol systeem. Dit systeem geeft precies aan waar in de stalling nog plekken zijn, zodat mensen snel een lege plek kunnen vinden. En geeft ook aan wanneer de stalling vol zit. De fietsenstalling zit pal onder deze nieuwbouw bij Leiden Centraal. Pas als dit gebouw helemaal af is, mag de fietsenkelder echt open. 13 maart is de opening en dan kan de eerste fiets naar binnen. En we verwachten natuurlijk dat die ook al vrij snel goed gevuld zal zijn. Wat we zien is dat er steeds meer mensen met grote fietsen naar het stationsgebied komen. Dat zijn fietsen met kratjes, dat zijn bakfietsen. Daarom hebben we buiten modelplekken, zoals we die noemen. Dus voor de wat grotere fiets, dat zijn of rekken waar meer ruimte zit. Of we hebben zoals hier speciale vakken waar bakfietsen kunnen staan. Wij zijn naar Utrecht Centrale en Amsterdam Centrale het derde fietsparkeerstation van Nederland. En dat betekent dat we een enorm grote opgave hebben om fietsparkeerplekken te realiseren. Hoeveel zijn er in totaal nodig? Tot aan 2030 hebben we er 19.000 nodig. En met deze 4800 zijn we dus ook al flink op weg. Want we hebben ook al fietsparkeerplekken. De Geus die straks gebouwd gaat worden zal dan ook nog over 3000 beschikken. En zo proberen we die 19.000 ook te bereiken.